Dag mensen en welkom bij een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. En vandaag wordt een super leuke video, want we gaan namelijk een paar transfers doen. Want we hebben reacties binnengekregen, die komen subiet aan bod. En we gaan ook het vriendschappelijk voorseizoenstoernooi afwerken. En waarschijnlijk ook al een competitiewedstrijd spelen. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk gaan vinden. Als je de video leuk vindt, vergeet hem dan zeker niet te liken en subscribe als je nieuw bent. En dan wil ik ook nog eventjes mijn partners benoemen in deze video. Partner 1, bol.com. Dat is een webshop zoals de meeste van jullie wel weten. En in 2019 hadden die meer dan 23 miljoen artikelen, dus je vindt er enorm veel. Partner 2, Coolblue. Ook een webshop die is wel iets meer gespecialiseerd in consumenten, elektronica. En nog iets wat niet heel veel mensen weten denk ik, is dat die zowel in 2012 als 2013 uitgeroepen zijn tot de beste webwinkel in Nederland in de categorie consumenten elektronica. Maar je vindt er ook nog zoveel andere dingen. En dan als derde partner hebben we G2. Die hebben maar liefst 20 miljoen gebruikers en het is gewoon de goedkoopste website voor games. Dus als je mij wilt supporten, zowel de stream als het YouTube-channel, koop dan gewoon iets via mijn link. Link kunt je vinden in de beschrijving en dan support je de stream op die manier. Alvast super hard bedankt en dan gaan we nu verder met de video. Dag mensen en welkom bij een nieuwe aflevering van de FIFA Career Mode met Club Brugge. En wat staat er allemaal op het programma? We gaan het vriendschappelijke voorseizoenstoernooi afwerken. Dat zijn twee matchen. Of één. Als we nu verliezen tegen de Wolves is dat één match en dan gaan we direct door naar de competitie. Of als we winnen hebben we een kans om het vriendschappelijk voorseizoenstoernooi te winnen. Dus dat gaan we doen. En dan gaan we ook nog een paar transfers proberen doen, want we hebben reacties binnengekregen. En de eerste reactie is van Wassif El Balai en die zegt haal Harit van Schalke. Dus dat gaan we dan ook doen. En we gaan Harit van Schalke. Ik vermoed dat dat deze speler is. Ja, van de Wolves. Maar ik denk dat hem dat wel gaat zijn. Er is geen enkele andere Harit. Dus dat moet wel. Dus dat gaan we sowieso al doen. Toen we aanvragen is een transferscherm. Ik ga hem laten scouten zodat ik weet hoeveel ik ervoor moet geven. Dus daarmee zijn we al bezig. Daar ga ik jullie up-to-date over houden. En dan gaan we ook nog kijken naar de tweede reactie die ik heb gekregen. En die komt van Imran Duisters. Thanks voor uw reactie ook. Haal Mbappé. En dat vind ik wel een hele gekke transfer. Maar we gaan het gewoon proberen. Ik had in de vorige aflevering ook gezegd dat het ook gekke transfers mochten zijn, omdat we met 500 miljoen zitten. Dus we gaan zien of we Mbappé bij Club Brugge kunnen krijgen. Dat zou wel een super grote stunt zijn. Maar we gaan het zien. Wie weet lukt het wel gewoon. Dus toevoegen aan verlanglijst. En ga naar het transferscherm. Want deze ga ik wel direct proberen binnenhalen, omdat we hier al weten hoeveel we ervoor moeten gaan neertellen. Bijna 200 miljoen van de 500 miljoen. Dus dat is wel redelijk wat. Dus Harit gaan we verder laten scouten en daar komen we binnen een paar dagen op terug. En Mbappé, die gaan we nu proberen binnenhalen. Dus dit wordt het moment van de waarheid. De speler is niet te koop. Dat het team niet genoeg diepte op deze positie heeft. Oei, dat is een mindere. Maar ik ga hem sowieso op de verlanglijst laten staan en we gaan het in toog houden. Als de speler te koop komt, ik ga het geregeld eens proberen, dan gaan we zeker Mbappé proberen binnenhalen. Maar mensen, als jullie nu nog zeggen van die speler moet je echt bij Club Brugge proberen halen, laat het dan zeker weten in de reacties. En dan gaan we verder met het vriendschappelijk voor. Oké mensen, we gaan bijna beginnen aan de halve finales van de hoe noem het nu weer? Het vriendschappelijk voorseizoenstoernooi. Als we nog twee wedstrijden kunnen winnen, krijgen we weer al, ik dacht, 8 miljoen erbij. Dus dat is wel mooi. En dan zie ik jullie terug bij de start van deze wedstrijd. Oké mensen, hier zijn we dan. Club Brugge tegen de Wolves. En Club Brugge trapt af. Ik heb wel het gevoel dat onze conditie niet op peil staat eigenlijk. Mechelen zit er al door en we zijn 20 minuten bezig. Oh, dat was iets heel raar. Oh, hier, Den Donker. Die speelt bij de Wolves nu. Ja, inderdaad. Goh.
verschrikkelijk dat hij er bijna nog in ging. Wel nog goede redding van Mignolet, om eerlijk te zijn. Oh, foutje van Diatta. Gaat hij geel krijgen? Ja, Diatta, gele kaart. Vormer naar Kermenchik. Kermenchik stuurt Dennis diep. Wat kan Dennis doen? Dennis gaat zijn flank af. Dennis geeft voor. En... oeh, la 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 la, Diatta met het hoofd. De man die net nog een gele kaart kreeg, legt hem nu hier in het net. 1-0 voor Club Brugge in de halve finale van, de vriendschappelijke, van het vriendschappelijk voorseizoenstoernooi. Het staat 1-0. Mooi uitgespeeld. Mooie bal van Kermenchik op Dennis. Dennis naar Diatta en Diatta met het hoofd. 1-0. Oh, Rits wordt afgestopt door Harit. Ah, dat is de Harit waar ik daarnet op geboden heb. Die zat eerst bij Schalke zat. Ik moest van een kijker Harit naar Club Brugge proberen halen. En nu spelen we er tegen, dat is ook al toevallig. Rits naar Mechelen. Mechelen aan de bal. Mechelen, geef dan Dennis. Dennis kapt uit. En Dennis, hij schiet, maar op de keeper. Hoekschop voor Vormer. Vormer roept die man bij hem. Hij legt hem kort. Dennis kapt zijn verdediger uit. Zet voor. Maar ze kunnen niks doen. Diatta aan de bal nu. Diatta, geef mee aan Vormer. Vormer, wacht eventjes. En stuurt Diatta naar de flank. Diatta kapt. Oh, zijn verdediger uit, wat ik zeg. Maar hij wordt getackled. Oei, oei. Diatta had al geel en die doet nu een redelijk domme tackle. Diatta, tweede keer geel en rood. Oei, oei, oei. Dat is niet zo slim. Dan hebben we geen rechter flank meer. Dat is minder. En John hier op de flank. Wat kan hij doen? Ik niet veel, want hij wordt goed gedekt door de verdedigers van Club Brugge. Mats Rits heel sterk verdedigd, maar de eerste helft zit erop. En dan gaan we gewoon direct door naar de... Alhoewel, nee, ik ga eerst wisselen. Onze verdedigers zitten erdoor. We zien of we die kunnen wisselen, want dat is echt niet oké. Kusunu voor... Wie was dat we eruit hebben gehaald? Voor Daly en Mechelen voor... Oei... Balanta, alhoewel... Ja, ik ga Balanta als centraal verdediger zetten. We moeten wel... De twee anderen zaten er compleet door. Ik ga ook zien of ik Matta... Ik ga de Ketelaren eventjes rechtsachter zetten. Ik weet het, het is niet ideaal, maar we kunnen niet anders. Onze spelers zaten er volledig door. We moeten gewoon proberen om die 1-0 vast te houden. Dat we door zijn naar de finales van deze vriendschappelijk voorseizoenstoernooi. En de Wolves trap af voor de tweede helft. Kan Club Brugge die 1-0 voorsprong nog vasthouden? We gaan het direct zien. Oppassen nu voor de counter van de Wolves. Daar van boven. Oeh. Wat een geluk dat ze die speler van boven niet zagen lopen. Oh. Dus ja. Schitterend uitgespeeld van de Wolves. Kosten we ja, niet veel aan doen. Dat was gewoon schitterend gespeeld. Ai. Sobol naar Rits. Rits naar Vormer. Nee, 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 nee. 90 minuten en we zitten al in de blessuretijd. Het zit erop, maar het worden normaal gezien verlengd. Oh, direct strafschoppen. Oeh, dat had ik niet verwacht, eerlijk gezegd. Oh, nee. Van Aken op de paal. 0-1 voor de Wolves in deze strafschoppenserie. Vormer, legt hem binnen. Jazeker, hij legt hem binnen. En Mignolet met de save. 1-1. En Kermenchik, legt hem erin. Harit. Oh. 2-2. Oh, een save met de voeten van de keeper van de Wolves. Kan Mignolet hem stoppen? Oh, ze trappen hem gewoon over. Nu altijd 2-2. Wat kan Dennis doen? Oh, de keeper pakt hem weer al. Het is 2-2. Als Mignolet deze niet pakt, liggen we eruit.
Nee, we leggen eruit. 3-2 in de penalties voor de Wolves. Het zit erop, ons avontuur. Maar dat heeft ook een voordeel. Nu kunnen we verder gaan met de competitie. Dus eigenlijk vind ik het nog niet zo erg. Ja. We mislopen hier 8 miljoen. Maar dan speel ik liever wat beter in de competitie dan dit voorseizoenstoernooi, waar daar niemand nou over spreekt uiteindelijk. Het was enkel een leuk extraatje voor de 8 miljoen. Maar dan gaan we eerst nog eens kijken naar de transfers. Oh, en misschien toch nog leuk nieuws. We hebben 3 miljoen gehad, geen 8 miljoen. Zoals dat we zouden gekregen hebben als we gewonnen waren. Maar 3 miljoen is toch altijd een mooi extraatje. En we hadden ook al eens 1,3 miljoen gekregen. Was ook, dus in totaal eigenlijk 4,3 miljoen. Toch wel mooi. En mensen, ik ga het nog eens benadrukken. Als je transfers weet voor ons team, laat ze zeker achter in de reactie. Het mogen sterspelers zijn, het mogen ook gewoon spelers zijn die dat je echt bij Club Brugge wilt zien. Het maakt allemaal niet uit. Laat maar weten hieronder bij de reacties. En dan gaan we hier nog eens zien of dat we iets meer weten van Harry nog niet echt. En van Mbappé kunnen we hem benaderen. Nee, de speler is niet te koop. Oké, mensen, en dit gaan we ook niet keer op orde zetten. Die scout instructies. Dus we gaan een keer kijken bij ons wereldwijd transfernetwerk. Wat we hier allemaal kunnen doen. Gebiedscout, oké. Die gaan we terughalen. Ontslaan. Die is niet goed genoeg voor ons, vind ik. Bij ons 500 miljoen kunnen we echt wel betere scouts veroorloven. En hier nog eens zien of we scouts kunnen inhuren die beter zijn. Voorlopig eigenlijk nu al 4 ster, 5 ster. Zullen die voorlopig wel meepakken. We hebben altijd 520 miljoen op onze bankrekening staan, dus het is wel de bedoeling dat we er ook iets mee doen. Wanneer 5 ster bedoel ik, en nu als nieuwe scout. En nog één. 4 ster, 5 ster. Ilion Sip. De Koreaan. Nog eentje in hier. Voilà, en nu hebben we toch wel eigenlijk 6 goede scouts. En die zijn allemaal beschikbaar. Dus we gaan die even naar een paar regio's laten gaan. Frankrijk. Duitsland. Oké, die mag naar Duitsland. Deze mag naar Azië. Naar China. Misschien dat daar ook wel talenten rondlopen, wie weet. We gaan sowieso daar ook scouten. Wel opgelet voor, jullie weten het allemaal wel, het coronavirus. En dan gaan we ook nog in de Spaanse competitie een scoutnetwerk opzetten. En dan zijn al onze scouts onderweg. Dan gaan we juist nu eens de instructies aanpassen voor onze scouts, waar dat ze op moeten letten. Dat kunnen we hier doen. Verwijderen. Ik wil dat ze ofwel zoeken naar alle spelers die... veelbelovend zijn, veelbelovende spelers. Dat is één instructie en nog een instructie. Willekeurig, maar eigenschappen. Basis elftal kwaliteit, dat is ook heel belangrijk voor mij. Dus die twee eigenschappen, veelbelovend en basis elftal kwaliteit. En dan hoop ik dat ze een goede spelers in ons scouting ding komen. We gaan dan zien of we weer iets interessants zien tussen staan. Zijn er spelers die we misschien wel kunnen gebruiken? Ik dacht dat ik nog wel een goede rechtsachter kon gebruiken. Ik weet niet of jullie hem kennen, Nusair Mazraoui van Ajax. De rechtsachter van Ajax. We gaan eens zien of we hem wel niet kunnen scouten. En we gaan hem ook gewoon toevoegen. En vanaf dat we weten wat zijn waarde en zijn salaris een beetje is, kunnen we ook een bod doen op hem. En mensen, zoals ik al heb gezegd in deze aflevering, maar ik ga het nog eens zeggen. Als jullie nog transfers weten die ik moet doen, laat ze gewoon weten hieronder in de reactie. Ik lees normaal gezien ook elke reactie. Zoals je ziet, ik heb van deze twee spelers, dat komt ook van kijkers, dat ik deze twee spelers volg. Dus wilt je nog een andere speler zien die binnenkort misschien bij Club Brugge gaat spelen, laat het hieronder weten. Tussen nog eens kijken of ik een Mbappé al kan kopen. Speler is niet te koop omdat het team niet genoeg diepte op deze positie heeft. Dat is wel jammer. Maar het is zo, we gaan dat blijven nakijken. En dan denk ik dat het tijd is voor onze
eerste competitiewedstrijd. Ga eens zien, wat zouden jullie ervan denken als ik nu een toptransfer doe? We gaan Neymar proberen kopen. Voor op onze linkerflank. Wat denken jullie ervan? Neymar Junior. Voor 132 miljoen. Kunnen we hem misschien bij Club Brugge krijgen? Dat ze wel de transfer van de eeuw zijn. Voor 132 miljoen. We gaan nu de gesprekken beginnen. Nu zitten we bij de coach van PSG. Transfersom aanbieden. We gaan gewoon beginnen met zijn transferwaarde. 132 miljoen. En we gaan verder. Bot indienen en zien wat ze zeggen. Stel je voor dat ze het accepteren. Dat zou wel gek zijn. Stel je voor Neymar bij Club Brugge. Luister, bot voor Neymar is te laag. Ze willen 207 miljoen. Ik ga 170 miljoen bieden. 170 miljoen. En zien wat ze daarop zeggen. Ik hoop dat hij niet boos wordt. Maar ik denk dat 170 ook wel een mooi bedrag is. 170 miljoen. Komen in de buurt, maar bots is iets lager dan wat we willen accepteren. Laten we maar gaan over 188.700.000. Dan ga ik nu gewoon 175 miljoen bieden. Zien wat ze zeggen. Dat accepteren we. Ik ben blij dat we een compromis konden sluiten. Holy shit. Dat wil dus zeggen dat we kunnen beginnen aan de gesprekken met Neymar. En als die slagen, dan gaan we gewoon Neymar bij Club Brugge halen. Hoe fucking gek is dat? Hoe gek is dit? Oké, we gaan naar de gesprekken met Neymar. We zitten gewoon met Neymar aan tafel, mensen. De rol in de ploeg, cruciaal, ja. Dat spreekt voor zich, denk ik. Als Neymar bij Club Brugge komt spelen, dat hij een cruciale rol krijgt in onze ploeg. Spreekt voor zich, denk ik. Mijn cliënt wil een deal voor 2 jaar. 2 jaar zou mooi zijn, maar ik ga proberen van hem 5 jaar te behouden. Dat zou nog mooier zijn. Maar we gaan zien wat dat Neymar zegt. Mijn cliënt is niet tevreden met de contract die hij wil voor 2 jaar tekenen. Ja, we proberen 3 jaar. Dan zijn we toch iets safer. We gaan zien wat hij zegt bij 3 jaar. En als hij maar 2 jaar wilt, ja, dan is het ook zo. Neymar is blij met de contractuur. Oké, contract van 3 jaar vindt hij goed. En dan gaan we hem enkel nog moeten onderhandelen over zijn salaris, volgens mij. Geen afkoopclausule, daar ben ik niet echt mee akkoord. Ik zou graag toch het 50 miljoen als afkoopclausule. Ik wil niet dat Neymar zomaar vertrekt zonder dat we daar geld aan verdienen eigenlijk. Dus 50 miljoen. 50 miljoen is zelf nog niet veel voor zo'n speler. Zou dus eigenlijk niet moeilijk over mogen doen. Oké. Afkoopclausule van 50 miljoen is perfect, zegt hij. En dan is het nu enkel nog over zijn salaris, denk ik, dat we moeten onderhandelen. Ja, over het geld. Huidig salaris, 270.000. We gaan eens zien als we met... Oh, dat is 1 miljoen. Dat gaan we niet doen. Salaris, 270.000. We gaan hem 275.000 geven. Dat is 5.000 meer dan dat hij verdient bij PSG. Dat is eigenlijk wel enorm veel voor Club Brugge. Maar ja, anders gaat hij ook niet echt naar ons team willen komen, denk ik, als hij voor minder moet spelen. Dus we gaan zien wat hij zegt. 275.000 is toch een mooi salaris. Oké, redelijk aanbod. Mijn cliënt is daar tevreden mee. Mensen, het is zover. Neymar komt bij Club Brugge spelen voor de komende 3 seizoenen. Hoe insane is dit? We gaan hem ook direct in onze plannen opnemen voor de volgende wedstrijd. Hoe gek is dit? Neymar bij Club Brugge. Ja, Dennis zal zijn plaats maar al te graag afgeven, denk ik, aan Neymar. Kijk hier, mensen. Neymar op onze linkerflank bij Club Brugge. Dus mensen, je ziet, geen enkele sterspeler is te veel voor Club Brugge. Dus als jullie nog sterspelers weten die ik moet proberen aantrekken of gewoon in het algemeen goede transfers voor Club Brugge, laat ze zeker hieronder weten bij de reacties. Vind je de video leuk? Vergeet hem dan niet te liken. En zijt je nieuw op mijn kanaal? Vergeet dan ook zeker niet te abonneren. Dat helpt mij enorm veel vooruit. En dan gaan we nu verder naar de doelstellingen. Moet eens kijken.
iets van naamsbekendheid. Contract je één cruciale eerste team speelt voor een positie als aanvaller. Oké, dat is gebeurd. Teamwedstrijd zonder nederlaag halen. Ja, die gaan vanzelf van al, denk ik. Het succes thuis. De Crocky Cup winnen en de Pro League winnen. Niets is. Ja, we mogen alleen maar winnen. Als we tweede eindigen, maakt niet uit in welke competitie, is het gewoon een teleurstelling. Dus we gaan er vol voor gaan, maar we hebben Neymar in ons team, dus we mogen eigenlijk niet klagen. We hebben een transferbod voor Rika, maar dat gaan we ook afwijzen. Ik zeg het, ik wil niemand verkopen. Ik wil mijn squad gewoon nog sterker maken, maar ik kan niet echt iemand verkopen. Ik wil een squad waar we op elke positie toch kunnen zeggen van oké, we hebben voor elke positie een paar goede opties. En dat kan niet als ik altijd maar spelers ga verkopen. Dus we gaan nu verder en de eerste wedstrijd van het seizoen gaat tegen Antwerpen zijn. Dat is wel een leuke wedstrijd om het seizoen mee te openen. Dus mensen, ik zie jullie terug bij de eerste wedstrijd van de Pro League. Zoals jullie weten hebben we Neymar, die staat bij ons op de linkerflank. En we gaan hem gewoon direct invliegen, we gaan zien wat Neymar kan doen bij Club Brugge. Ik zie jullie terug bij de start van deze wedstrijd. Oké mensen, hier staan we dan, de eerste wedstrijd van de Pro League. En dan zo meteen. Ik verschiet ervan dat ze Neymar nog niet hebben laten zien. Dat is toch wel een sterspeler. Dat hij in de Belgische competitie komt spelen. Hier zien we hem al direct. Neymar. Oké, we gaan hier voor maar aan de bal. Leg het breed naar Neymar. Neymar zijn allereerste bal doet voor Club Brugge. Paske op Van Aken. Van Aken naar Mechelen. Mat aan de bal. Rits. Van Aken. Vormer. Kermanchik. Neymar. Neymar kapt zijn verdediger uit. Gaat de flank af. Geeft af aan Sobol. Sobol naar Kermanchik. Kermanchik. Kermanchik? Nee, penalty? Nee? Ik dacht ook dat Kermanchik daar foutief werd afgestopt. En hier Morishima alleen door. Alleen naar Mignolet. Kan Mignolet hem stoppen? Nee. Het is 0-1 voor Antwerpen na 9 minuten. Ongelooflijk. Het is niet de beste competitiestart. Niet de competitiestart die ik had verwacht. Neymar aan de bal. Neymar naar Van Aken. Van Aken stuurt Neymar diep. Wat kan Neymar doen? Neymar gaat zijn flank af. Neymar gaat naar binnen, snijdt naar binnen. Geef de paske aan Kermanchik en Kermanchik. Leg hem binnen, jawel. Direct, goede reactie. 1-1, Club Brugge Antwerp. Kermanchik maakt hier zijn eerste van het seizoen. Schitterende actie van Neymar ook op de flank, het moet gezegd worden. En hij legt hem af en Kermanchik moest gewoon maar binnen tikken. Schitterende actie, 1-1. Daly, sterk verdedigd. Heel sterk van Daly. De speler van Antwerpen heeft hem zelf geblesseerd, maar daar trekken we ons niks van aan. Kermanchik aan de bal. Kermanchik geeft mee met Neymar. Neymar komt naar binnen. Gaat de verdediging voorbij. Dribbelt de verdediging volledig en maakt het gewoon af. 2-1. Wat een actie van Neymar. Neymar is bij beide goals al zo betrokken. Hij snijdt hier naar binnen. Zet eigenlijk twee man volledig in de wind en legt hem gewoon binnen. Zo makkelijk kan het zijn. 2-1 in de 26e minuut. Lekkere tackle van Daly. En Matta probeerde hem af te stoppen. Inworp voor Club Brugge. Diatta naar Matta. Matta geeft mee met Diatta. Diatta naar Van Aken. Goede tackle. Maar wat is er gebeurd? Het is rust. Het staat 2-1 in de rust. Antwerp trapt hier de tweede helft af. Het staat nog altijd 2-1 voor Club Brugge. Wat kan Sobol nog doen? Kan Daly nog iets doen? Nee. Ik wou zeggen, een goede redding van Mignolet, dat was het ook. Maar Daly schoof iets te lang door en hij heeft de speler mee van Antwerp. Oh nee. Dat is niet goed. Kan Mignolet de penalty stoppen? Hij trapt hem naast.
Ongelooflijk. Maar Daley heeft ook zijn tweede gele kaart gehad. Dus Daley is eraf met een rode kaart. Dat is wel het jammere. Maar de goede zaak is wel dat we nog 2-1 voor staan. Maar we moeten dit natuurlijk wel kunnen vasthouden. Dat was offside. Dat was offside. We gaan als een volwassen ploeg moeten spelen. We gaan de bal gewoon proberen zo goed mogelijk in de ploeg te houden. Absoluut geen risico's nemen. En dan zie ik het hier nog wel goed komen. We staan nog altijd 2-1 voor. Dat is een groot voordeel. We moeten niet meer echt naar voor. Oh, goede tackle van Rits. Rits naar Kermanchik. Kermanchik zet voor naar Van Aken. En Van Aken, wat doet hij? Hij kopt hem verder naar Neymar, maar dat was niet de bedoeling. Sobol zet voor. Kermanchik loopt in, maar kan niet goed koppen. En de bal wordt weggewerkt door de Antwerp verdediging. En dat wordt een inworp voor Club Brugge. Het is ondertussen de 84ste minuut. We moeten gewoon blijven ons koppetje erbij houden. De vormer. Kermanchik hier aan de bal. Kermanchik naar Sobol. Sobol kapt de verdediger uit. Snijdt naar binnen. En wordt weer al weggewerkt door Antwerp. Neymar aan de bal. Neymar geeft hem aan Sobol. Sobol legt hem naar achter naar Vormer. Rits. Vormer. Sobol. Vormer. Rits. Vormer. Sobol. Neymar. En Neymar. Neymar zet hem voor. En Van Aken met het koppie. 3-1. Dit is de beslissing. Club Brugge wint zijn eerste wedstrijd van de competitie met 3-1 op het veld van Antwerp. En met een rode kaart. Schitterend gespeeld. Schitterende voorzet van Neymar. Schitterend afgewerkt van Hans Van Aken. Ik denk toch wel dat dit echt de beslissing is. Het is 3-1 en het is het 90ste minuut. We zouden al rare dingen moeten gebeuren. Nee. There it is. 3-1. 3-1 in de eerste competitiewedstrijd. Een goede start voor Club Brugge. Maar mensen, dan moet ik jullie jammer genoeg wel meedelen dat deze aflevering erop zit. Maar zoals altijd, als jullie de video leuk vinden, vergeet deze video zeker niet te liken. Abonneer als je nieuw bent. Vergeet jullie transfers die ik moet doen niet hieronder bij de comments te zetten. En dan zie ik jullie graag terug bij de volgende aflevering.